zijn natuurlijk bij Kwekerij Baars en we hebben dit jaar daar hele grote aantallen voor het eerste jaar zeg maar, al neergezet. Omdat wij echt en ik ook overtuigd waren van de goede kwaliteiten van de Delta Pro. Wat zijn eigenlijk de pluspunten van de Delta Pro ten opzichte van de oude generatie? Is dat de goed plantvullend zijn, we hebben veel minder remstof nodig. De bloeiscala zeg maar, naar elkaar toe, dus alle kleuren bloeien echt in een hele korte periode. Het voordeel van de Delta Pro is dat hij blijft compact, heeft korte bloemstelen. Maar ik denk ook in de keten heeft een groot voordeel. Hij geeft gelijk de tweede en de derde knop erachterop. Nou, wij maken op jaarbasis maken wij een 24 hectare violen. We maken mixkarren natuurlijk voor de handel. En ja, dat is ongeveer, moet zo denken, dat is 50% knut en 50% grootbloemig. Ja, en dan zie je toch dat zoals van het jaar, voor het eerste Delta Pro op de kar, dat die kleurencombinatie gewoon prachtig is. Wat wij nu zien is, we zijn elk jaar met Delta, zitten al bij ons zo lang in het systeem, dat we zeggen van, ieder jaar doen we updaten en upgraden om te zeggen, het moet beter. Dus we leggen bij Syngenta de lat ook wel hoog. We leggen voor onszelf de lat ook heel hoog. Nou ja, dit is het resultaat. En je ziet toch wel dat wij met Delta Pro, omdat wij altijd veel Delta gebruikt hebben en een stap vooruit hebben gemaakt. Je ziet dat die ontwikkeling goed is, compact. En ik zeg maar, wat ik net al zei, een familie. Het is meer, de kleuren zitten dicht bij elkaar qua ontwikkeling. In de teelt, het wordt makkelijker, minder remmen. Het neigt een beetje naar genetische compactheid. Maar je ziet gewoon dat we toch met Delta Pro een aardige stap hebben gemaakt. En wat zie je hier? Je ziet hier de gele, je ziet een heel assortiment van Delta Pro. Je ziet zelf prachtige gele hier waar we voor staan. En we zien daar gekleurde. Het hele assortiment staat eigenlijk in een afdeling van Pro.